Goedendag. Een mooi wintersplaatje vanuit Landgraaf in Limburg. Vandaag trok een bel met hele koude bovenluchten over en dat zorgt regionaal voor wat lichte sneeuwval. En op sommige plaatsen wil dat dus ook wel even liggen. En dat maakt het winterse weerbeeld in combinatie met die vorst dan toch echt wel compleet. Die vorst zorgt er ook voor dat wat water al begint te bevriezen, nog niet op heel veel plaatsen. Maar zeker op de weilanden is toch al wel een laag ijs te zien. En of we ook echt ijs krijgen waar we op kunnen schaatsen, daar kom ik straks even op terug in onze schaatsupdate. Eerst even de weerkaart van vandaag. Echt wel een weerkaart die winterliefhebbers graag zien, met hoge druk ten noorden van ons. Waardoor bij onze stroming vanuit het oosten tot noordoosten komt en die koude, droge, continentale lucht wordt aangevoerd. Is ook dus vrij droog, dus weinig kans op bewolking de komende dagen. Daardoor kunnen de nachten sterk afkoelen en overdag hebben we dan vaak met zonnige perioden te maken. Toch zien we dat in de loop van de week. De hoge drukkerm wat meer richting het westen gaat verplaatsen, waarmee uiteindelijk de wind ook meer naar het noorden gaat draaien. Waardoor die vorst in ieder geval tijdelijk even uit ons land wordt verdreven. Maar misschien dat in de loop van een nieuwe week de kou toch weer even terugkeert. Maar daar kom ik ook straks even op terug. Eerst komende avond, dat gaat op grote schaal opnieuw vriezen. Waarschijnlijk zitten we aan het einde van de avond al op matige vorst in het oosten van het land. En uiteindelijk dat het kwik op heel veel plaatsen richting min 5 graden. In het oosten zou het wel min 7 of misschien min 8 graden kunnen worden en daarmee kan die ijsvloer toch echt wel snel gaan aangroeien. Er zijn daarbij heel veel opklaringen, alleen in het westen van het land, daar zijn nog enkele wolkenvelden mogelijk. Morgen overdag volgt dan een prachtige winterdag. Er is heel veel ruimte voor de zon en er wordt nog steeds erg koude lucht aangevoerd. Zeker de oostelijke helft, daar kunnen we waarschijnlijk een ijsdag gaan noteren met maxima van min 1 of min 2 graden. In het westen komen we waarschijnlijk net rond het vriespunt uit, en de wind die is overwegend matig uit oostelijke richting. Alleen aan de kust is die soms nog vrij krachtig, en door die wind kan het echt wel een aantal graden kouder aanvoelen. Dan onze schaatsupdate. Gaan we even kijken naar de ijsdikte in onze ijsdikte pluim? Dan zien we dat voor het midden van Nederland we uiteindelijk naar een centimeter of vier gaan op de donderdag. Dat is niet genoeg om met grote groepen op te kunnen schaatsen, maar dit geldt wel voor stilstaand water van een meter diep. Het zou zomaar kunnen dat, zeker op de ondergelopen weilanden, er iets sneller geschaadst kan worden. En dan ziet het er toch wel vrij positief uit om in ieder geval even op de schaats te kunnen. Voor het zuidoosten van Nederland zijn de papieren nog wat beter. Dan blijft de kou wat langer hangen, is de lucht nog wat droger en kan het ijs beter aangroeien. Gaan we gemiddeld naar een centimeter of zes. Dus ik verwacht dat daar op nog wat meer plaatsen eventueel geschaadst kan gaan worden. Als ik dan de schaatsthermometer er even bij pak, dan zitten we op dit moment toch nog wel vrij laag hoor. Met die ijsvorming. Maar uiteindelijk denk ik dat we toch echt wel naar die ondergelopen weilanden kunnen gaan. Slootjes en plassen en meren. Ik denk niet dat we op dat niveau terecht gaan komen. Daarvoor is de kou niet streng genoeg. Kijken we dan nog even naar de pluim om ook iets verder te kijken. Dan zien we inderdaad dat we eerst die verzachting hebben in het weekend. Doordat die wind even naar het noorden tot noordwesten gaat draaien. Maar de dagen daarna zien we toch dat die koudere bovenluchten weer terugkeren. En dat gaat dit keer niet gepaard met droog weer, maar met meer neerslagsignalen. En dan zou het zomaar kunnen dat deze neerslagsignalen in de vorm van winterse buien gaan vallen in de loop van volgende week. Tot de volgende keer.